Yoga Teacher Training dag 7. Nee, even serieus. De deur zit weer op slot. Ik moet weer naar buiten gaan klimmen. Oké, ik heb het weer moeten doen. En het is niet dat ik het eng vind, maar het is gewoon niet chill. Om 6:00 zo naar buiten te moeten. En het heeft ook nog eens geregend, dus dat ding is ook een beetje glad. Oké, ik moet vanavond echt even een sleutel gaan vragen. Then we can do the final stretch. It's called Buddhasana. Come like this. Take this arm here. Pulling down like a little bit. Bring it back. Hold it there. Hold the hand. Then come down like this and sleep. Looks too hard. Ik heb al heel lang, heb ik hier in mijn heup, dat het super stijf is en pijn doet. En Judy in Taiwan, die had het, no worries, Judy in Taiwan had het helemaal weggemasseerd. Maar het komt met de tijd terug, omdat het gewoon stress is die op mijn lichaam slaat. En net hadden we zeg maar een houding gedaan, waarbij je dus dat stuk uittrekt. En ik begon echt helemaal bijna te janken, omdat, ja, weet je, er komen gewoon emoties vrij. Emoties en ego, dus dan moet je weer ademen om weer je aandacht te verzetten, want pijn is een illusie. Hallo, zei hij. I was just telling that pain is an illusion. Pain is an illusion and the talker also illusion. The talker also illusion? Ja. Ja, ik moet stoppen met praten, dat is een teken. En we gaan weer lekker eten. Ik moet zeggen dat het me echt reuze meevalt om op 2 maaltijden per dag te leven. Ik heb af en toe wel honger, maar ja, dat is ook een emotie, hè? Ik heb nu nog een half uurtje voordat ik terug moet. Hoe schattig is dit lokale winkeltje? Dit is echt zo'n in elkaar geknutseld stalletje. En dan kan je er dus ook allemaal snoepjes kopen en zo. En weet je wat het is? Wij zien misschien, zeg maar, dus wat ik net zeg, in een elkaar geknutseld stalletje. Maar mensen hier zijn hier super trots op en dat vind ik eigenlijk ook wel echt heel tof. Als je meer over India wil weten, dan raad ik je echt van harte aan om het boek Shantaram te lezen. Het heeft mij echt zoveel inzicht gegeven in, weet je, wat wij bijvoorbeeld misschien zielig vinden. Dat mensen afval verzamelen of dat soort dingen. Dat ja, het is gewoon ons perspectief. Want die mensen hier zijn gewoon hartstikke trots dat ze dan werk hebben en gewoon hun eigen geld kunnen verdienen. Het kan altijd erger. Ik ben weer bij de yogaschool. Kijk hoe gaaf. We zijn het kern met de theorie. We hebben dit geleerd. Nirvana betekent letterlijk no rocket. En dat betekent, en waarom dat betekent is als je zeg maar een raket afvuurt, is er geen mogelijkheid om die te stoppen. En daarom is dit eigenlijk gewoon dat je gedachten helemaal at peace zijn. Want wanneer je rockets begint af te vuren, dus je gedachten, is er bijna geen mogelijkheid om ze te stoppen. Dus nirvana, de staat van vrede, van peacefulness, dat je geen gedachten meer hebt, is letterlijk no rocket. Saji shrunk. Hij heeft even een bedje voor zichzelf gemaakt. Hij kan ook echt uren zo blijven liggen. What? Check deze versie dan van de Crow Posture Goals. Yeah, food. Ik moest zo lachen joh vandaag. Een van de dingen die Saadje zei is dat het slecht is om discussies met mensen aan te gaan. Omdat je ja, gewoon nutteloos energie verliest. En ik heb gewoon echt moeite met, tenminste, weet je, ik vind gewoon discussies voeren op een gewoon normaal niveau van, weet je, heb je hier wel eens over nagedacht of dat of, weet je, onderzoek wijst dit uit, dit is wat ik weet, bla bla. Dat vind ik gewoon, ja, wel goed, want daar leer je gewoon van. Misschien denk jij iets wat helemaal niet waar is en een andere persoon heeft daar meer informatie over. Ja, dan word je alleen maar slimmer van een discussie. Maar, ja, hij zei dus dat het niet goed was en ik had zeg maar naar aanleiding van afgelopen maandag had ik ook wel een conclusie getrokken. Ja, later, ik ga echt niks meer zeggen, want hij gaat je echt gewoon keihard pakken op je ego. Het is een soort van manier om een beetje, ja, gewoon uit te lokken dat je gekke dingen gaat zeggen en zo. Dus af en toe zegt hij dingen waarvan ik echt denk, sorry, maar dat is echt gewoon complete onzin. Bijvoorbeeld over dat je moet zeg maar om verlicht te worden, moet je sattvic food eten. Dus ja, gewoon het liefst plantaardig. Maar sorry, eindstand eet je gewoon rijst, wat hartstikke bewerkt is en gewoon echt absoluut niet gezond voor je. Witte rijst, weet je wel. Dus
ja, als ik dat zie, dan denk ik van ja, ik zou heel graag zeg maar willen vertellen hoe de vork in de steel zit. Maar ik denk dan van, laat maar, ik ga dat niet meer opzoeken. Ik ben een boek ook over yoga aan het lezen, die heel goed aansluit bij wat Saatje allemaal aan het vertellen is. En zij legt het af en toe misschien nog wat wereldser uit, zeg maar. Hij vertelt het altijd heel abstract. Maar ik kom dit tegen, Let It Go. En gisteren waren we dus aan het eten. We eten dus altijd in stilte. En ik hoor ineens, Let It Go, Let It Go. Was dus de dochter van Saatje, was het nummer aan het afspelen. Ik begon echt zo te lachen en ik dacht echt van, ja, ik zit precies op de juiste plek waar ik moet zijn. Wat ik je nog niet eerder verteld, of misschien ook wel, het is geen geheim of zo. Let It Go is het jaarthema voor mij voor 2015. Ik moet echt leren loslaten, dingen op hun beloop laten. Niet meer zo achterlijk veel plannen, zoals passies control freakerig zijn. Ik ben niet echt control freakerig, maar ik plan heel veel en heel ver vooruit. En ja, nu las ik dit toevallig net in het boek en ik dacht, yep. Samen met het liedje van gisteren, de bevestiging dat ik op precies de juiste plek, op precies de juiste tijd ben, om heel veel te leren. Morgen weer een dag vol met yoga. Dankjewel voor het kijken, welterusten en tot morgen!